van de Heer Jezus. En de Bijbel die zegt, als er twee of drie tezamen zijn in zijn naam, dan is hij in hun midden. Amen. Dan hoef je de Heer God niet meer uit te nodigen. Want waar je samenkomt in zijn naam, daar is hij altijd aanwezig. Amen. 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 Veel mensen nodigen de God uit, maar de Heer is geïnteresseerd in u. En hij volgt u nauwgezet wat u doet in uw leven. En als je samenkomt in zijn naam, dan is hij daar om zijn woord te bevestigen. Want alles draait om het woord van God. Amen. Zo, hebt u de Bijbel meegebracht? Ja. Misschien ga ik u vanavond iets nieuws vertellen. Het is heel belangrijk in de wereld dat je dus de Heere kent. En ik denk dat er bij ons heel veel onkunde is die God eigenlijk wel niet is. Daar doet de Bijbel, onze Nederlandse Bijbel, ook een beetje aan mee. Omdat hij vertaald is met woorden die eigenlijk niet de juiste woorden zijn. En ik hou ervan om terug te gaan naar de Bijbel, Gods woord. Weet je, als je de Heere God kent, als je de Heere God kent, dan krijg je liefde voor hem. En God heeft liefde voor jou. Want het is een liefdesrelatie die God met de mens heeft. De Bijbel die zegt ook, God heeft de wereld lief, daarom heeft hij zijn zoon gegeven. Dus de reden is dat God jou lief heeft. Ik wil jullie iets vertellen. Wij kennen in Nederland eigenlijk niet God bij zijn naam. Wij hebben een Bijbel en dan zoekt u maar even met mij op, Genesis 1. Genesis 1. Het eerste vers, daar begint het al mee. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Punt. In de grondtekst staat, in de beginne schiep Eljoon de hemel en de aarde. Dat is Gods naam. En overal waar je dus God leest, daar lees je, moet je eigenlijk Elohim lezen. Elohim. Dat is de naam van God. Ik heb een beetje ruzie, ja, het gaat niet goed. Ik zal het touwtje even los doen, maar dan leg ik de bril daar neer, want dan heb ik geen ruzie met de microfoon vandaag. Halleluja. Zo. Als je dus het eerste hoofdstuk leest, dan zie je dus overal Elohim staan. Elohim staat voor God de Schepper. Alles wat God gemaakt heeft, draagt het woord Elohim. Ga je nou naar hoofdstuk 2, dan openbaart God zich aan de mens en dan is hij niet meer de schepper, maar dan staat daar, ziet u, gaat u met me meelezen? Gaat u met me meelezen? In hoofdstuk 2. En vers 4, laten we daar beginnen. En dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Ten tijde dat de Heere God. Hier heb je twee namen. De Heere en God. Hier staat eigenlijk in de grondtekst Yahweh Elohim. Want de naam van God is Yahweh. Ik geloof vandaag, want God heeft alles opgedeeld in tijdperken. De Bijbel begint met in de beginnen. En dat is een tijdperk. Wanneer was die beginnen?
De beginnen is niet de eerste dag natuurlijk. Want er staat achter, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde, punt. Wanneer is die beginnen geweest, weten we niet. Dat kan miljard jaar oud zijn. Misschien 2 miljard. Want bij God is geen tijd. Bij God is het een eeuwigheid. Een eljoon. Daar is ook Gods naam aan verbonden. Ja, aan eeuwigheid. Wij kunnen ons niet voorstellen, als ik vanavond tegen u zeg, ik heb een ding dat niet begint en dat niet eindigt. Dan zegt u dat bestaat niet. Want bij ons begint alles met een begin en een einde. Alles wat we hebben, dat heeft een begin en een eind. Maar bij God is geen begin en geen eind. En God wil niets liever dan dat jij zijn zoon bent. Zijn liefde gaat uit naar zijn zoon. En God heeft zijn zoon gegeven, opdat wij allemaal zonen zouden zijn. Als je Jezus Christus aanneemt, dan ben je eerst een kind van God. Want je bent eerst baby. De Bijbel die spreekt daarover. Eerst moet je melk hebben. Je kunt geen vast voedsel verdragen. Als je een kind, een babytje, vast voedsel geeft, gaat het dood. En zo is het ook in het huis van God waar we samenkomen. Als je pas geboren mensen in het koninkrijk, die pas geboren zijn, vast voedsel geeft, gaan ze onherroepelijk weer weg. Je moet eerst hun de beginselen leren. En ik denk, wij moeten eerst leren wie is God. Dat woordje God, dat zegt eigenlijk niks. Wat is God? En wat is Heer? Ja, God heeft de naam Elohim. En zijn tweede naam is Yahweh. God de schepper, Yahweh de schepper. Alles heeft zijn ontstaan in hem en alles wordt door zijn woord gedragen. Johannes 1 leert ons, Jezus Christus was het woord van God. Alles is gemaakt door het woord van God en alles heeft zijn ontstaan in het woord van God. En alles wordt gedragen door het woord van God. En alles blijft bestaan door het woord van God. Amen. Wat ik geloof, wij leven nu in de laatste fase van dat Jezus terugkomt. En die tijd is erg aanstaande. En weet je wat er moet gebeuren in deze tijd? Dat wij terug moeten naar het begin. Ik wil het zo zeggen. Wij moeten iets achter ons laten. En we moeten een nieuw begin maken. Wat moeten we achter ons laten? Wat we achter ons moeten laten is dit. Wij moeten Rome achter ons laten. De leer van Rome moeten we achter ons laten en we moeten weer terug naar de leer van Jeruzalem. God heeft gezegd, wat heeft God gezegd? God heeft gezegd, mijn woord zal uitgaan van Jeruzalem. En niet het woord van wat uitgegaan is van Rome. Ja? In een heel klein stukje kerkgeschiedenis wil ik jullie vertellen. U kent allemaal Handelingen. Toen de discipelen enthousiast Jezus gingen volgen en zich overgegeven had, pas vervuld met de Heilige Geest, een nieuwe dimensie was ontstaan door de Geest van God. Toen hadden ze een levende boodschap. En dat ging door, ik maak er even een rondgetal van, 350. Toen is er een kerk, een concilie geweest, een vergadering vanuit Rome, geleid vanuit Rome. En toen hebben ze gezegd,
die christenen die zijn wel standvastig. U bent ook wel standvastig. Weet je, keizer Constantijn die zag in die christenen een geweldige hulp. Want een mens is geschapen om uit te breiden. Dat zie je in de hele natuur. De hele natuur zie je dat er expansie is, dat er groei moet zijn. Jullie zijn hier nu een klein gemeentje, maar God wil dat er groei is. Groei wil God maken. Dat heeft God in de hele schepping neergelegd. Dat zie je bij zakenmensen. Dat zie je bij gezinnen. Als een man en vrouw samenkomt, dan komt er groei. Dan vermenigvuldigen ze zich. Dat zie je bij kerken. Die vermenigvuldigen zich, die worden groter. Overal, bedrijven worden groter. Dat is expansie, dat is groei. Dat heeft God in de wereld gelegd. En zo was het dus ook in het begin van de gemeente. En dat ontdekte keizer Constantijn. En wat heeft hij toen gezegd? Wij wereldlingen, wij aanvaarden de christenen. En toen hebben ze regels opgesteld vanuit Rome. En één regel was dit. De Joden, Gods volk, mag niet meedoen. Die zijn buiten de kerk gestaan. En God heeft hen nooit in de steek gelaten. Dat zie je nu vandaag en de dag. God brengt zijn volk terug. En weet u wat God nodig heeft? Jullie. Ja, jij. God heeft jou nodig. Gods liefde gaat uit naar jou, dat jij een zoon van God wordt. En wat wil dat zeggen? De vrouwen kijken mij alleen aan, die denken, ik kan geen zoon worden. Maar het gaat niet om het geslacht, zoon. Het gaat om heerschappij. Jezus is gekomen. Nu ga ik even naar het begin van het geloof. Jezus is gekomen. Heeft zijn leven voor jou en mij overgegeven. En hij zegt, als jij hem aanneemt, word jij een zoon van God. Het begint bij een kind. Maar uiteindelijk moet het worden dat jij gezag krijgt. Een kind van God is niet die neergedrukte, die armoedzaaier. Maar dat is iemand die macht gekregen heeft van de Heere God. En dan zegt de Bijbel dat wij met Jezus overwinnaars zijn. Amen. Meer dan overwinnaars. En dat wil God hebben, dat wij niet die klagende groep mensen zijn, maar dat wij overwinnaars zijn. En de strijd die we moeten strijden, is in de hemelse gewesten. Nu ga ik erbij lezen. Dit was even een kleine introductie. Ja. Goed, wij lezen, ik lees met jullie Genesis 26. Genesis 26. Als ik het goed gelezen heb op jullie website, dan heb ik het tot 9 uur de tijd. Zo. Ja, hè? Of niet? We zien wel. We zien wel. Ik lees daar enkele versen. Genesis 26, vers 12, daar begin ik. Het gaat over Isaac. En Isaac zaaide in dat land en oogste in dat jaar 100-voudig. Amen. Wat had hij gedaan? Hij had één zaadkorreltje in de grond gedaan en er kwamen 100 voor terug. Als jullie één zaadkorreltje in de grond stopt, wil de Heer 100 teruggeven. Daar hebt u weer die expansie, die groei. Ja, God vermeerdert dat.
Want God is de God van groei. En nu hebben we het hier over Esau. Ja, we gaan weer terug naar, naar vers 12. Honderdvoudig van de Heer zegende hem. Wat zegt de Bijbel? De zegen des Heeren maakt rijk. Maakt rijk. Het is steeds belangrijk dat je de Heeren kent. Want het is een machtige God. Ja, en als je hem oprecht kent, en daar twijfelt het nog wel eens aan. En dat zit hem dan in de Bijbel, dat hij zo algemeen spreekt over God of Heere. Hè? We hebben dan in de Bijbel God, we hebben Heere met hoofdletters. En u hebt ook Heere met een hoofdletter H en kleine lettertjes E, R, E. Heere. En het hebben allemaal een betekenis, maar niet de juiste betekenis. Het draagt niet de juiste naam van God. Zoals Elohim. Hè? God is, die openbaart zich als Yahweh. Ja, dat zijn zijn namen. En dat woordje God of Heere. En dat woordje Heere met een hoofdletter H. En kleine lettertjes E. Daar staat in de grondtekst eigenlijk Adonai. U kent die namen allemaal wel. Maar wij gebruiken ze eigenlijk niet. Wij moeten eigenlijk die namen weer herkennen. En als je God ziet, dat je zegt, dat is Elohim. God heeft het geschapen. God is de schepper. Alles heeft zijn ontstaan in hem. En als je dat dan gaat lezen, God, hey Elohim, dan krijg je liefde voor hem. Want dan merk je dat hij dat gemaakt heeft en dat hij erachter staat. Dat woordje God vertegenwoordigt eigenlijk niet het woordje Elohim. Het is te klein. Ja? We gaan terug naar Genesis. Genesis. En die man die werd rijk, ja, gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was. Door wie? Door de Heere God. En nou kennen jullie Esau, hij was niet Gods lieveling. He, want hij had ruzie met zijn broer Jacob. En hij had niet de zegen gekregen die hem eigenlijk toekwam. Ja, hij had eigenlijk, hij was eigenlijk een tweede keusje. Versta je het woord, een tweede handje, een tweede keus? Ja. Niet de eerste keus. Jacob die had de hoofdzegen van zijn vader gekregen. En, maar God zegent Esau. En hier zie je dan wie God wel niet is. Ja. En hij had kudden, klein vee en rudderen en talrijke slavenstoet, zodat de Filistijnen hem benijden. Weet u dat jaloezie een dooddoener is? Ja. Dat is het allerergste wat een mens kan bezitten. Jaloezie. Dat maakt de mens kapot. Weet je wat de oorzaak is in Israël nu? Jaloezie. De Palestijnen hebben de hele Arabische wereld. Hij is jaloers op Israël. Waarom? God zegent Israël. Yes. Voor 1948 was heel het land een woestijn. Ja, en nu, als je in Israël bent geweest, dan is het een paradijs. Een paradijselijk land. Dien en ik, we hebben eens een keer gewoond in Jeruzalem 6 weken. En dan hingen de citroenen zo voor het raam. Je kon ze zo plukken. En de noten en de sinaasappel. Een prachtig land. Het land overvloeit van melk en honing. Nu. En de hele Arabische wereld is één woestijn. Yes. En wat ze doen, het lukt hem niet om het land te ontginnen. En dat is de jaloezie dat zij Israël dat vergunnen. Ja. Dat, dus hier was het ook jaloezie van de Filistijnen.
Je moet eens kijken wat ze doen. Die Filistijnen. Luister. Filistijnen. Dat woord is nu een beetje veranderd in Palestijn. Het land Gaza woonde vroeger de Filistijn. En wat had Israël niet veel last van die Filistijn? Kent u de geschiedenissen? Kent u de geschiedenissen van de Filistijnen? Dat zijn nu de moderne Palestijnen. Ja? Ze zijn jaloers op Israël. De Filistijnen waren jaloers op Esau. Waarom? Om de zegeningen van God. Nou, al de putten, nu die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven had, hadden de Filistijnen dichtgestopt en met aarde gevuld. En daar wil ik het vanavond met jullie over hebben. In die tijd hebben ze de putten, de waterputten, de waterbronnen, hebben de Filistijnen dichtgestopt. Ze hebben de zand ingegooid. Ze hebben de stenen ingegooid. En weet je, want wie een bron heeft, wie water heeft in die streek, die is gezegend. Want water is leven. Water is kracht. Water is onbetaalbaar. Ja? En God had Abraham putten laten graven. En Abraham opende die putten en hadden water. En die Filistijnen door hun jaloezie op Esau hebben al die putten dichtgemaakt. En er staat er, moet kijken wat er staat. Toen zeide Abimelech tot Isaac: ga van ons heen, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Dus ging Isaac vandaar en hij legerde zich in het dal van Gerar en woonde daar. En moest kijken wat Isaac deed. En Isaac groef de waterputten die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham, en die de vijfde Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt. Hij maakte ze weer open. Weet je, Jezus Christus is de bron van alle leven. Hij zegt: ik geef. Wat zei hij tegen die Samaritaanse vrouw die bij de put zat? Hij zegt: als je van dit water drinkt, dat aardse, als je je daar je hart aan verpand hebt, aan het aardse, dan krijg je steeds verlangen naar steeds weer, steeds weer. Maar als je water drinkt van mijn bron, dan krijg jij een bron in je. En die ontspringt in jou tot eeuwig leven. Wat is er in deze 2000 jaar gebeurd? Weet je, de bronnen zijn dichtgestopt. Al die bronnen die in de oudheid open waren, die zijn vandaag weer dichtgestopt. En wat is onze taak, broeders en zusters? Om die bronnen weer te openen. Opdat wij weer dat verse water krijgen. Vers water is een heel bijzonder iets. Water is eigenlijk een van de grootste wonderen die God bedacht heeft. Weet u, al het water op de aarde is voor 95% zoutwater. En maar 5% zoetwater. En weet u, water vermindert nooit. Want de hoeveelheid water die God geschapen had bij het begin van de schepping, die hoeveelheid is er nu nog.
Het aantal water is nog in zijn totaliteit aanwezig. En soms doet water wat op het land gevallen is, dat gaat allemaal weer terug naar de zee. Soms doet water daar meer dan 1000 jaar over om weer terug te gaan naar de zee. Ik wil het nou nog ietsje mooier maken. Het kan zijn dat jij, heb je vanavond water gedronken, koffie gedronken? Dat jij hetzelfde water gedronken hebt wat Abraham en wat Adam gedronken heeft. Maar dat water is weer op de grond gekomen en dan gaat hij naar de zee en de zon verdampt dat weer. Misschien heb jij datzelfde water wel gedronken. Ja, begrijp je dat? Zo wonderbaar heeft God alles gemaakt. Ja. Die bronnen die er waren in de tijd van Jezus Christus, die zijn bijna allemaal dichtgestopt. En wie heeft ze dichtgestopt? De duivel. Want hij wil niet dat God u zegent. De duivel wil niet dat jij gelukkig bent. De duivel wil dat jij een armoedzaaier blijft, terwijl God jou wil zegenen en rijk wil maken in alle dingen. Ik predik geen welvaart-evangelie, ik predik u de werkelijkheid. Want wie Jezus Christus aanneemt, daar gebeurt iets mee, daar komt een nieuw leven, daar begint een nieuw begin. Maar je moet de Heere God leren kennen in zijn hoedanigheid, wie hij is. En je leert God het beste kennen als je je knieën buigt en naar zijn woord gaat luisteren. Doen wat hij zegt. Hoe gek het ook klinkt. He? Dat zeiden ook de bedienden van Naaman. Doe alles wat die profeet jou zegt. Wij leven in een tijd dat we terug moeten naar de bronnen. En weet je waar die bronnen beginnen? Weet je waar die bronnen beginnen? Bij de profeten. Wat hebben de profeten gezegd? Dat leert Petrus ook. Moet ik het weer opnieuw vertellen, zegt Petrus? Jullie moeten weer terug naar de profeten. Wij gedraven in dat tweede, in dat Nieuwe Testament. In het Eerste Testament, daar hebben wij zijn met Jezus erfgenaam van wat het Eerste Testament heeft beloofd. Wanneer gaat een testament in werking? Wanneer? Als iemand sterft. En wie is er gestorven na het Eerste Testament? Jezus. Jezus Christus. Wij hebben recht op al die beloften in het Eerste Testament. Wij noemen het Oude, maar ik zeg het is het Eerste. En dat Eerste Testament, daar ben jij en ik erfgenaam van. Amen. Wij moeten terug naar die bronnen. We moeten ze weer openen. Wij leven nu in een fase in Nederland en over de wereld, dat we allemaal nieuwe bronnen gaan openen. Geestelijke bronnen. Maar die geestelijke bronnen, die nieuwe bronnen, brengen niet dat krachtige water wat in die oude bronnen zit. Maar die oude bronnen, die zijn door God gegeven. En als we teruggaan naar die oude bronnen, dan hebben we weer die oude kracht die er was. De grootste bron die er ontstaan is voor ons is Jezus Christus. En we moeten terug naar hem. Niet naar die moderne predikers. Die zich vaak heel deftig voordoen met prachtige kleding aan. Maar we moeten terug naar het begin van de Bijbel.
naar de schepper van hemel en aarde. En dan komen we bij Job eigenlijk. Job zegt dan, wie kent de bron van God? Dat kunnen wij niet bevatten. Daar hebben we nodig, wat jij in de zangdienst zei, de geest van God. Wij hebben daar een nieuwe dimensie voor nodig. De kracht van Gods geest. En die gaat je openbaren de dingen die God geopenbaard heeft. Dus we moeten terug naar die geweldige bronnen. En één voor één de stenen die er is eruit halen. Het zand wat erin gekomen is, er weer uithalen. En dan kom ik bij die geweldige, geweldige bronnen. En weet je wat Jesaja zegt? In Jesaja staat dan, ik zal het jullie voorlezen. Jesaja 12 vers 13, Jesaja 12 vers 13. Pak even je Bijbeltje. Jesaja 12 vers 13, we gaan terug naar de profeet. Jesaja 13, 12 vers 13. Oh, wacht even. Nee, dat is verkeerd. 13 vers 12 misschien. Dan zullen ze met vreugde water scheppen uit de bronnen des hemels. Jesaja 12. Hè? Jesaja 12. Ik heb iets verkeerd gedaan. Ja. Oh, help. Ik zie het niet staan, hoor. Ja, ja, vers 3. Ik heb er dus een tikfoutje gemaakt. Jesaja 12, vers 3. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen der hel. Dat woordje heil. Dat woordje heil, dat heeft een ontzettende diepe betekenis. Het woordje heil betekent in de eerste plaats verlossing. Redding. De tweede is het genezing. Heil, genezing. Dat zijn allemaal aparte bronnen. Verlossing, redding, de bron van redding. Dat zijn de bronnen waar we naartoe moeten. Verlost worden. Waarvan? Van de macht van de duisternis. Die bron, die moet geopend worden. De bron van redding, die dichtgegooid is. Eeuwig slaaf blijven, gebonden blijven aan dingen. Als je bij de bron komt van redding, dan ga je met vreugde water scheppen, want dan ben je werkelijk vrij geworden. Genezing. Twee weken terug, kwam ik in Groningen in een samenkomst. En er zat een broeder, ik ging even bij allemaal langs, ik gaf een hand. Er zat een broeder, die kon niet spreken. Ik zei, wat is er aan? Hij zei, ik heb een gezwel in mijn keel. Ik kan niet zo goed meer spreken. Hij zei, ik ben vrijdag naar het ziekenhuis. Dinsdag moet ik naar het ziekenhuis. Ik ben niet goed. In Jezus naam heb ik mijn hand op zijn keel gelegd. En ik heb tegen die smeer gezegd, in de naam van Jezus, eruit! Eruit! Je hebt geen recht op een kind van God. En de woensdag daarna, het was dus 4 juni dat ik die zondag, 4 juni, dus het is nog oktober, dus heel kort geleden, dat ik met hem bad. En de woensdag, de 7e oktober, zit er in de zaal een stralende man. Hij moest er dinsdags opgenomen worden in het ziekenhuis. En woensdag zit hij daar in de samenkomst. Ik zei, nou en? Hij zei, het is weg. Ik ben in het ziekenhuis geweest. Er is helemaal niks meer te zien. Hij kon weer goed spreken. God had een wonder gedaan.
We moeten terug naar die bron van redding, genezing, bevrijding, verlossing. Oh, die bronnen die Jezus heeft gezegd, die moeten weer de stenen eruit, het zand moet eruit en het moet weer borrelen. En dan, weet je wat er gebeurt, dan gaan we met vreugde water scheppen naar die bron van het hel. Ga je mee? Er is verlossing, er is bevrijding, er is genezing, die bron is er. Waarom blijf je zitten? We moeten terug naar die bron. Amen. Ja. 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 Ja, halleluja. Amen. Ja, beste mensen, daar moeten we naartoe. We moeten niet nieuwe bronnen hebben. We moeten weer naar die oude bronnen. En die moeten weer open en die moeten weer stromen. En dan worden we blij en dan worden we verlost. Want er is maar één naam u en mij gegeven. En dat is Jezus Christus, waardoor we verlost worden. En het hele rijk der duisternis, wie weet, die weet wat Jezus is. In veel gevallen kennen we hem niet. Want we zijn in onszelf gekeerd. Maar we moeten terug naar die bron. Die dichtgegooid is. Deze gemeente, misschien zijn jullie de eerste gemeente in Zwolle hier die teruggaat naar die bron. Waar God weer wonderen gaat doen. Met elkaar die stenen eruit gooien. Met elkaar dat zand verwijzen. Weet je, Jesaja die zegt nog iets. En die bron kennen we ook niet zo goed. Dat is Zacharias 13 vers 1. Haggai, Zacharias, Malachi. Zacharias. Kijk eens even met me mee. Dat is een geweldige bron. En die moet ook open. Zacharias 13 vers 1. Dat is een geweldige bron. Zacharias 13 vers 1. Hebben jullie het? Ja. Hebben jullie het? Ga ik het nu lezen? Doe je bijbeltje op. Lees met mij. Ten 10 dagen. Misschien in 2015. Misschien staat hier wel. In 2015 zal er een bron ontsloten zijn. Voor het huis van David. En voor de inwoners van Jeruzalem. Ter ontzondiging en reiniging. Hallo? Hallo? Ben je wakker? Een bron die ontzondigt. Amen. Ja, ja. Eentje amen, die is wakker. Amen. Ja. Een bron ten dien dagen zal er een bron ontsloten worden. Die is dichtgegooid, beste broeder en zuster. Heel veel christenen die komen tot de Heer, maar ze zondigen door. Ze moeten naar die nieuwe bron, die bron die ontsloten is. En dat is eigenlijk de bron Jezus Christus, die verlost van zonde. Die maakt vrij van zonde. Die maakt volkomen vrij. Ja, die nieuwe bron van ontzondiging, die hebben we vandaag nodig. Want de gemeente moet verlost worden van zijn zonde. Ja, en gereinigd worden. Wit worden als sneeuw. Door deze bron. Halleluja. Hoe laat het? Weet je, zo zijn er ontzettend veel bronnen. Zo zou ik door kunnen gaan tot morgenochtend toe. Maar als je uit de bron gedronken heb. Uit de bron van Jezus Christus. Want hij is de onveranderlijk. Dan maakt hij jou van jou een zoon van God. Wat is er eigenlijk gebeurd? Jezus kwam. Hij heeft jou zonden en jouw leven op zich genomen. Hij vraagt aan jou, neem mij aan. Wil je ruilen?
Wil jij jouw leven overgeven aan hem, ruilen met Jezus? Want dat is het. Hij sterft voor jou. Hij neemt jouw leven op zich. En dan zegt hij, hier heb je mijn leven. Moet je even luisteren naar mij, zegt Jezus. Zoals mijn vader mij gezonden heeft, zo zend ik jou. Hoe? Zoals Jezus gezonden werd, zo zendt Jezus jou en mij. Ja? Wat is eigenlijk de naam van Jezus in het Oude Testament? In het Oude Testament, de profeet. Zij zal een zoon baren en ze zal hem de naam geven. Immanuel. Immanuel, hetgeen betekent God, God met ons. Dus, als jij je leven ruilt met dat van Jezus, je geeft je oude leven aan hem over. Dan krijg jij zijn nieuwe leven. Hetgeen betekent, God is met ons. En als God nou met ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? Wie? Wie kan er dan tegen ons zijn? Niemand! Wie kan er tegen God zijn? Hij die eeuwig leven heeft, die alle macht heeft. En als God nou met je is, dan moet je kijken wat er gebeurt. Wat gebeurde er met Esau? Hij stopte één zaadje in de grond en er kwamen 100 van terug. Hij had één schaapje en na een jaar had hij 100 schapen. En na een jaar had hij 100 keer zoveel als 100 schapen. 100 keer 100 is 10.000. Ja? 100 keer zoveel. Nou, dat wil God doen. Als wij teruggaan naar die bronnen. We moeten terug naar die levensbronnen. De bronnen van God. En als die geopend worden, dan kan niemand dat meer keren, want dan is God met ons. Amen.